De eerste volgende match is? September. September. Ja. Tegen? Oh my god. Kut. Kun je even moet ik het googlen? Tessa Gullaert, fantastische Red Flame en ook drie keer gouden schoen. Ik vind het een gigantische eer om jou als laatste bankzitter erbij te hebben. Dank u. Ik vind het ook een eer om hier te mogen zijn als laatste. Ja, merci om af te komen en merci om een beetje uw licht te laten schijnen op de Rode Duivels. Het Europees kampioenschap voetbal gaat voort zonder de Rode Duivels. Dat is een immense, immense teleurstelling. Ik vond in de groepsfase dat ze het gewoon volwassen gedaan hebben en niet echt uitgedaagd geweest. Want ja, iedereen verwachtte wel van oké, ze gaan als eerste eindigen, dat hebben ze ook gedaan. Portugal was dan iets lastiger wedstrijd, maar vond ik ook niet dat ze op 100% gespeeld hebben. Italië heeft dan een goede poelenfase gedaan, maar een mindere kwalificatiewedstrijd. Dus dan dacht ik van oké, we kunnen die wel aan. Dus ik zat vol vertrouwen en dan uiteindelijk bleek dat toch niet goed te zijn. De stukken vielen gewoon niet in elkaar in de puzzel, omdat het feit dat we met blessures zaten, de spelers waren niet fit, hadden niet getraind. Ja, om zo'n EK, om daar ver in te geraken, moet dat toch wel kloppen. En ik denk dat dat door omstandigheden dit jaar niet gelukt is. Het enige lichtpuntje, want dan zijn we Doku. Doku dribbelt. En nu trappen maar. Nee, nu dan Doku. Oh, erover! Jeremy Doku! Ja, daar ben ik wel echt fan van. En ik denk dat ook de nieuwe Hazard kan worden. Dus dat is dan iets positiefs. Ja. Want EK moet aanhalen, dan zou ik toch zijn naam zeggen. Want jullie hebben het ook ooit meegemaakt met de Red Flames. Hè? Op het EK in 2017 in Nederland. De ruit naar de poelenfase. Dat was wel een compleet ander verhaal natuurlijk. Wij waren al super blij dat we erbij waren. Voor ons was dat een unicum. Ondertussen zijn we nu ook weer gekwalificeerd natuurlijk. Maar wij waren gewoon al blij dat we erbij waren. En achteraf gezien hadden we wel graag de poelenfase doorgeraakt. Dus dat is nu ons volgende doel voor dit EK. Normaal gezien was het dit jaar jullie EK. Dat is verschoven naar volgend jaar door corona. Wat vind je daarvan? Ik vind het op zich niet erg, omdat we dan misschien een jaar meer tijd hebben om ons voor te bereiden. Maar ook omdat anders ging alles samenvallen en dan ging er misschien minder aandacht naar het EK van ons gaan dan. En wat ligt dat, denk je, dat vrouwenvoetbal zoveel minder aandacht krijgt? Ja, we hebben ook gewoon nog minder fans, denk ik. Maar we merken wel fans die naar onze wedstrijd komen of die in het vrouwenvoetbal rollen, dat die blijven komen en dat ik dat ook gewoon tof vind. Omdat ook gewoon, wij staan dichter bij de fans dan. We nemen tijd na de wedstrijd en zo. En soms stuur je wel een berichtje naar ons en dan proberen we wel te antwoorden. Dus ik denk dat wij dichter bij de fans staan en dat zou ook wel appreciëren. Dus dat EK komt er dus aan. Is dat iets waar jullie nu wel mee bezig zijn? Als Flames? Onrechtstreeks wel. Ik had wel zo ook wel die spanning voor een EK als ik dan naar de man keek. Zo van oké, volgend jaar is het aan ons. En, en kijken mensen naar ons terwijl wij nu naar de Rode Duivels kijken. En zeker als er dan penalties waren en zo, dan had ik echt wel stress van dat kan ons ook overkomen. En dat is erop of eronder. Wie zijn zo in het vrouwenvoetbal de landen waar jullie zo wat schrik voor hebben? Nederland. Ja. Die zijn vice-wereldkampioen en Europees kampioen. Er zijn er eigenlijk heel veel die echt goed zijn. Duitsland, Frankrijk is ook goed. Spanje is supergoed. En hoe komt dat die dan zo goed zijn? Omdat die gewoon al heel veel langer op vrouwenvoetbal inzetten. Iets waar ik heel jaloers op ben, is dat die gewoon prof in eigen land kunnen zijn. En in België is dat jammer genoeg nog niet het geval. En daar zijn we echt wel voor aan het strijden nu. Heel veel van die Red Flames hebben een daytime job. Sowieso. Ja. Ofwel studeren ze, ofwel gaan ze gaan werken. Jij bent een van de weinigen die ervan kan leven van het voetbal, hè? Ja, en dat vind ik jammer. Ja. Dat was mijn droom. Dus ik heb mijn droom uiteindelijk wel waargemaakt om van mijn voetbal te kunnen leven in België. Maar ik wil dat iedereen dat kan. Hoe kunnen jullie keigoed worden als jullie overdag nog moeten gaan werken? Dat zeggen wij ook. Ergens verwachten ze heel veel van ons, maar ergens zitten we ook aan onze limiet van tijdsbesteding. En ook mentaal is het belangrijk om niemand rust te hebben. Dus die meisjes die werken overdag, die hebben heel weinig tijd om dan nog andere dingen te doen. Ik denk dat we echt wel moeten streven naar naar profvoetbal in België om nog verder stappen te zetten. Want we zijn heel veel gegroeid en we staan nu al op een historische plaats, top 10 in Europa. Maar om nog beter te doen, dat is een moeilijk verhaal, dat zijn de moeilijkste stappen. Jullie doen dat echt puur uit liefde voor het spel dan? Ja, ik beweer ook altijd dat wij ergens nog meer passie hebben voor het spelletje dan de mannen. Ja, want jullie verdienen er geen miljoenen mee. Nee, inderdaad. En wij zijn ook heel blij met waar dat het vrouwenvoetbal naartoe gaat in België. We laten sowieso al op een betere plaats achter dan dat we erin zijn gekomen. Maar we zijn nog niet klaar. Denk je dat er een dag zal komen waarop elke Red Flame en elke profvoetbalster ook in de competities zal kunnen leven van het voetbal? Ja, ik denk dat ik te vroeg geboren ben daarvoor. Maar ik denk wel, ik geloof wel erin dat komt. En in sommige landen is dat al het geval. In Noorwegen en in Australië. In Brazilië denk ik zelfs ook, voor die mannen en vrouwen van de nationale ploeg evenveel.
Dus dat is crazy. Amai. Neymar verdient voor Brazilië evenveel als Marta bij Brazilië. Dat is fantastisch. Ja. Vorig EK lagen jullie eruit in de poelenfase. Mm-hmm. Waar mikken jullie dit jaar op? De poelenfase overleven en naar de volgende ronde gaan. Ik denk dat we stap per stap moeten denken en niet moeten zeggen van we willen in de finale staan of zo. We moeten ook realistisch zijn. Stap per stap en ik denk dat dat een mooie tweede stap is. Ik begin ook een beetje stress te krijgen in uw plaats nu voor dat EK. We gaan allemaal kijken. Top. Kei veel succes gewenst. Dank u. Ik heb dan nog maar één vraag voor u. Zou jij het bankje willen tekenen? Heel graag. Ja, want Carrasco staat hier heel alleen. Zal hem weer eens aan. Kei goed.